In dit gebouw aan de Sportlaan in Almkerk zal volgens de werkgroep Huisvesting van de Drie Gemeentes het nieuwe gemeentehuis komen. Ja, we hebben zo even in een persgesprek gezamenlijk met elkaar gedeeld. Zowel de wethouder van Aalburg als die van Woudrich en ikzelf namens dan. Wij zijn de werkgroep en hebben in ieder geval vanmiddag jullie kunnen vertellen dat het voornemen is van de drie colleges en de Rabobank om te kijken of dat uiteindelijk de unilocatie, die ene locatie waar het nieuwe gemeentehuis kan komen, samen met de Rabobank de beste optie is. Dat in ieder geval is ons idee, maar daar uiteindelijk zullen de raden daarover moeten beslissen en daar hebben ze 19, uh, volgende week, maandag 19 februari, hun eerste gesprek over met de drie colleges. Uh, nu is het natuurlijk een redelijk kort dag aan het worden. Als er iets gebouwd had moeten worden, was dat misschien lastig geweest. Ja, nieuwbouw is denk ik sowieso uit een boze geweest. Dat was wel een van de scenario's waar langs we gedacht hebben. Maar A, het is ontzettend duur en je moet ook nog grond verwerven. Uh, en dat betekent dat wij uh, dat scenario hebben moeten afschrijven. En dat betekent dat je dan gaat kijken naar een situatie die dan het beste naar voren Komt en in alle afwegingen, als het gaat over duurzaamheid, over bereikbaarheid en over de kwaliteit van het gebouw, dan is in ieder geval dit gebouw aan de orde geweest. En ook onze medewerkers hebben te kennen gegeven via de ondernemingsraad dat zij de voorkeur geven aan, zoals dat heet, een unilocatie. Eén plek van waaruit wij de diensten aan de samenleving kunnen verlenen. Wat zijn dan de voordelen van zo'n uniplek? De voordelen zijn dat je bij elkaar zit, dat je geen aparte winkeltjes krijgt in het hele gebied. Hoewel natuurlijk onze medewerkers ook in allerlei buurthuizen actief zullen zijn en in allerlei locaties waar het aan de orde is om met de samenleving in contact te komen. Maar je moet, als het gaat over de bedrijfsvoering, dan is één plek gewoon het beste. Dan kun je het ook het makkelijkste aansturen. En van daaruit weet je de basis waaruit je kunt vertrekken. En overal waar wat mensen zetten, betekent ook dat je enorm veel reiskosten zult gaan krijgen voor de medewerkers. En ook heel veel reistijd die daarmee gepaard gaat. En al die reistijd gaat ten koste van de productiviteit en kost uiteindelijk de samenleving meer geld. Want ook voor het geld hebben we gekeken naar de meest, de meest efficiënte situatie. En dus deze, is in ieder geval uitgerekend, is dan net zo duur en op termijn zelfs goedkoper dan hetgene wat we nu gezamenlijk met z'n drie aan huisvesting uitgeven. Dus het verkoopbord kan op de huidige locatie bijvoorbeeld hier in dan? Ja, voor de gemeente Werkendam zou inderdaad dat al kunnen zijn. Maar laat ik in ieder geval op die manier niet vooruitlopen. Dat bord te koop, zal er wel een keer op komen te staan. Maar dat hang ik het liefst op met een makelaar op het moment dat de raden een besluit hebben genomen. Maar dat we een voornemen hebben om dit pand uiteindelijk op de markt te brengen, ja, dat is denk ik een juiste conclusie.